Er komt een gloednieuwe wielerwedstrijd aan voor amateurs met start en finish bij het landgoed Schonerlocht in de gemeente Overbetuwe. Pieter Vrolichs van de Arnhemse vereniging Reto nam het initiatief en kwam erachter: een wielerkoers organiseren is nog niet zo eenvoudig. Met de topsportwielrennen gaat het in Nederland uitstekend. Maar dat kan volgens Vrolichs alleen zo blijven als amateurclubs ook parcoursen hebben om wedstrijden op te rijden. Rekening moeten houden met buurtbewoners, je zult rekening houden met verkeer. En daardoor is het steeds moeilijker eigenlijk op een bepaald tijdstip op de dag een weg af te sluiten voor een bepaalde tijd. En dan moet je op zoek, hè, op een creatieve manier, naar een locatie waar dat wel mogelijk is. En ik denk dat we die gevonden hebben met deze locatie en het parcours wat we hebben. En ik denk ook de weg, de kwaliteit van het asfalt, biedt alle mogelijkheden voor een mooie wedstrijd. Ja, en eigenlijk is het ook wel heel mooi dat er een stukje historie aan vast zit. Namelijk de connectie met de Airborne. En als Reto zijnde organiseren we ook jaarlijks de Airborne fietstoertocht. Ja, en ik denk dat een hele mooie connectie is tussen de wielersport en de historie die hier tussen Arnhem en Nijmegen ligt. De renners rijden straks rondjes over een parcours van ruim 4 kilometer. Dat parcours moet er mede voor zorgen dat de ronde het karakter krijgt van voorjaarsklassiekers, zoals bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Het wordt steeds lastiger voor ons om onze gebruikelijke dinsdagavond wedstrijdcompetitie te organiseren, om onze jeugd veilig te laten trainen op een afgesloten parcours. Omdat er gewoon weinig clubparcoursen zijn. En ik denk wel, die clubparcoursen moet meer onder de aandacht komen en dan moet meer gerealiseerd worden voor de brede sport, voor de wedstrijdsporten in Nederland, om ervoor te zorgen dat uiteindelijk we over 5 of 10 jaar nog altijd trots kunnen zijn op die topsport. Want uiteindelijk komen die talenten voort uit de nieuwelingen junioren, uit de brede sport in Nederland. Deze eerste editie van de omloop van Schonerlocht is op 27 maart. Mannen, vrouwen en jongeren kunnen eraan meedoen. Het is een open parcours, wat betekent dat als de wind is, de wind vrij spel heeft. Dus waar staat Nederland om gekenmerkt? Dat is toch een stukje waaierkoers, hè? Dus ik denk dat dit belooft wel iets om een voorjaarsklassieker gevoel te krijgen. Ik wil zelf graag deelnemen, want het is gewoon een supermooi parcours. Het voorjaarsgevoel is er en ik denk dat het voor elke wielrenner heel leuk is om hier aan deel te nemen. En dat geldt natuurlijk voor mij ook al, omdat ik hier heel vaak train en heel vaak heb gedacht van hier moet je een wedstrijd organiseren. Dus die kans ga ik me zeker niet laten ontschieten.